Wat is dit, Rink? De heetste peper die er bestaat? Hey! Bom dia! Volgens mij zijn dit tomaten zo groot. De aparte markt. Hondenleven. Een leven op vier voeten. Hoe zal dat moeten? Baasje uitlaten, krantje halen? Honden schijnen naar geen ander leven te talen. Lijken er niet om te malen dat ze over bergen gaan en door dalen. En daarvoor soms ook nog moeten boeten. What the fuck?
Myrtula kent vele gedaantes, zoals het eerste Romeinse stad en daarna de hoofdstad van een Arabisch Rijk en de eerste vestiging van de Orde van Santiago. En nu wordt het de hoofdstad van de jacht genoemd. We parkeren de camper aan de oever van de Guadiana. Na de Taag, de Douro en de Ebro is de Guadiana de op drie na grootste rivier van het Iberisch Schiereiland. Ze is 744 kilometer lang en vormt een deel van de grens tussen Spanje en Portugal. We kwamen de Guadiana al tegen in de Spaanse steden Mérida en Badajoz, maar vanaf Myrtula is ze pas bevaarbaar. De Guadiana mondt uit in de Atlantische Oceaan, om precies te zijn in de Golf van Cadiz. Behalve de ruïnes die je kunt bekijken, bewaart Myrtula ook kostbare schatten. Ook van de Romeinen, de Sueven, Arabieren en uiteindelijk de Portugezen die in 1268 de stad veroverden. Deze schatten zijn ondergebracht in diverse musea. Wij blijven nog even buiten genieten. Op basis van deze restanten uit vroegere tijden werd ook het symbool van het natuurpark Guadiana Vallei ontworpen. Een roofvogel zoals die is afgebeeld op een islamitisch bord uit de 11e eeuw. Het plaatsje ligt een stuk hoger en er zijn veel trappetjes die naar het centrum leiden. Ook van bovenaf is het uitzicht grandioos.
In de kerk Ikrea Matris vormen de hoefijzervormige bogen en de mirab, dat is een gebedsnis en die hebben vroeger aan de moskee toebehoord, plus de renaissancepoort en de cilindervormige torens van de christelijke tempel, een meesterwerk van architectuurgeschiedenis. Plus de aanpassing van één en dezelfde plaats aan verschillende geloven. Bijna mijn voet niet op te tillen. Dat is handig.
Hier kunnen we mooi even de camper verzorgen en ontzorgen, want die faciliteiten waren er niet op het laatste plekje in Portugal. En het dichtstbijzijnde was hier in Spanje. Sanlúcar heeft vaak te kampen gehad met overstromingen. De ergste was in 1823, toen het water een hoogte van 14 meter bereikte en maar liefst 110 huizen verwoestte van de 240 die het stedelijk gebied toen telde. Desondanks was de haven in de 19e eeuw van grote betekenis, omdat van hieruit een groot aantal producten werd geëxporteerd, waaronder sterke drank, rijst, suiker, zeep, lood en hout. Momenteel is het een grensovergang die bezocht wordt door toeristenboten. Aan de overkant van de rivier ligt het Portugese dorp Alcoutim. En dat is alleen per boot bereikbaar. Nou, dat was het weer. Tot de volgende keer.